Voor transplantatie heeft u zich waarschijnlijk een voorstelling gemaakt van het leven na transplantatie. Maar het kan zijn dat het anders uitpakt. Naast de voordelen van transplantatie kan het ook zijn dat sommige dingen tegenvallen. Er zijn bijvoorbeeld complicaties, de opname duurt langer dan verwacht, het herstel duurt langer en misschien bent u er minder door opgeknapt dan gehoopt. Het kan lastig zijn om met deze tegenslagen om te gaan en het kan ook veel emoties losmaken. Hoe ga je met al deze gevoelens om? Wat zou hierbij kunnen helpen? Daar gaat dit filmpje over. Er zijn verschillende manieren hoe je met de situatie om kan gaan. Er is niet een goede of een slechte manier. Afhankelijk van de situatie kan je een bepaalde strategie inzetten. Bij tegenvallende resultaten of oplopende problemen kan je soms de neiging hebben om er veel over na te denken. Dat is heel normaal, want zodoende bedenk je vaak een oplossing. Maar soms schiet het door in piekeren. Dat wil zeggen er alsmaar over nadenken en erin blijven hangen zonder dat dit tot een oplossing leidt. Dit kan soms tot slaap- of concentratieproblemen leiden. Piekeren kan angstige of depressieve gevoelens veroorzaken of in stand houden. Voorbeelden van piekergedachten zijn: wat als, stel je voor dat, ik moet, want anders, had ik maar. Piekergedachten zijn vaak op de toekomst of verleden gericht. Als je alsmaar in de toekomst leeft, dan mis je het hier en nu. Mindfulness technieken kunnen helpen om in het hier en nu te blijven. Dit zijn korte oefeningen die je zintuigen inzetten. Zoals het benoemen van 5 dingen die je ziet, 4 dingen die je voelt, 3 dingen die je hoort, 2 dingen die je ruikt en 1 ding die je proeft. Het kan ook helpen om negatieve gedachten op te schrijven. Dit helpt je gedachten op een rij te zetten en te structureren, maar ook om te analyseren. Vragen die je jezelf kunt stellen zijn bijvoorbeeld: is het waar wat ik denk? Trek ik voorbarige conclusies? Ben ik gedachten aan het lezen of ben ik de toekomst aan het voorspellen? Ben ik aan het doen denken? Je piekergedachten zorgen voor een lichamelijke stressreactie. Ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen tegen stress kunnen helpen om deze reactie tegen te gaan. Bijvoorbeeld 5 tellen inademen en 7 tellen uitademen. Andere strategieën die kunnen helpen met het uitzetten van je stresssysteem zijn bijvoorbeeld zingen, muziek maken of sporten. Kijk wat bij je past. Als het tegen zit, kan het helpen om je zorgen te delen met iemand anders. Het vertellen van je zorgen kan je helpen om alles op een rij te zetten en om het probleem te verwerken. Een goede vriend of familie kijkt er soms anders tegenaan en het kan helpend zijn om een ander perspectief op de zaak te horen. Praten erover kan ook troost en steun bieden, ook al is het geen praktische oplossing. We hebben het alsmaar over problemen gehad, maar we kunnen het ook hebben over oplossingen. Een eerste stap is om na te denken over de gewenste uitkomst van een situatie en hoe je deze zou kunnen bereiken. Of anders gezegd, een doel stellen en een actieplan. Dit kan een positief invloed hebben op je emoties, want vooruitgang, hoe klein dan ook, dat geeft een goed gevoel. Mocht je worstelen met tegenslagen en er zelf niet uitkomen, is het goed om dit te bespreken met je zorgverlener.